welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een bullet journal video voor je. In mijn vorige bullet journal kon je zien dat ik mijn bullet journal gereed maakte voor 2020. Ik maakte een jaaroverzicht en een maandoverzicht en nog wat meer pagina's. En ik had al verteld dat ik daarna bezig zou gaan met een vision board. En dat is precies wat ik vandaag ga doen. Ik maak een vision board in mijn bullet journal. In het kort, een vision board is een soort moodboard voor je toekomstplannen. Een soort plaatje waarmee je alles wat je graag wil gaan doen of wil bereiken of waar je mee bezig wil of waar je je focus op wil leggen, dat plak je daarop, dat stel je daar samen. En het kan denk ik op verschillende manieren. Ik laat je gewoon zien hoe ik het doe. En ik geloof er ook niet heilig in dat als ik dit opplak dat het dan allemaal gaat gebeuren. Maar ik vind het wel een fijn geheugensteuntje om te weten waar ik graag mee bezig wil. Waar ik me op wil focussen. Wat dingen zijn die ik graag wil gaan doen. Of misschien dingen zijn die ik niet meer wil gaan doen. En ik vind het gewoon heel erg leuk om zoiets te maken. Dus ik ga er vandaag mee aan de slag en ik ga jou laten zien hoe ik dat doe. Vandaag maak ik dus een vision board in mijn bullet journal. En daarvoor heb ik hier al wat stukjes papier, teksten, plaatjes uit oude tijdschriften. Hier ga ik een aantal dingen van gebruiken. Dit heb ik al een beetje uitgezocht. En deze achtergrond vond ik bijvoorbeeld heel erg leuk. En deze afbeelding deed me denken aan dat ik graag meer met mijn creativiteit wil gaan doen dit jaar. Dus daarom wil ik die bijvoorbeeld gebruiken. Die leg ik even aan de kant. En hiernaast me heb ik ook nog bijvoorbeeld stickerboekjes liggen. Dus misschien dat we daar iets uit kunnen halen. En ik heb natuurlijk nog veel meer stickers en washi tape. Gewoon ter decoratie. Ik heb het er maar gewoon bij gepakt en we zullen wel zien wat we gebruiken. Ook heb ik bijvoorbeeld wat papierblokken hier klaar liggen. Dat hebben we nog wat achtergrondjes nodig. Dan kunnen we die misschien hier uithalen. Dus ik denk dat het wel goed moet komen. En wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind aan deze papierblokken zijn bijvoorbeeld dit soort dingen. Want hier kan je zelf nog wat op schrijven. Hier kan je makkelijk wat overheen plakken. En dit zijn ook bijvoorbeeld mooie achtergronden. Want het is wel leuk kleurrijk, maar er gebeurt niet veel. Er staat geen tekst op zoals hier. Dus ik ga gewoon knippen, plakken, alles bij elkaar zoeken. Af en toe leg ik wat uit en kijk lekker met me mee. In mijn vorige bullet journal video heb je kunnen zien dat ik mijn journal klaarmaakte. Dat ik mijn naam erin schreef. Dat ik een jaaroverzicht maakte en een focuspagina. Hiervan ga ik een aantal dingen weer gebruiken op mijn vision board. Ook heb ik een future log gemaakt met daarop de maanden van 2020. Waardoor ik er ook makkelijk afspraken en feestdagen bijvoorbeeld op kan schrijven. Nou, de bladzijde hierna. Daar wil ik mijn vision board op gaan maken, op deze beide bladzijden. En ja, ik ga gewoon aan de slag. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een prinsstift liggen, maar ook mijn geliefde dubbelzijdig tape van de Action. Dit kost 32 cent per rolletje. Super handig. Ik heb hier ook tacky glue. Deze vind ik heel erg fijn als ik wat stevigere dingen moet vastplakken. Dus het moet helemaal goed komen. Ik denk dat ik ook heel veel dingen gewoon met washi tape ga vastplakken. Ik heb hier nog een paar liggen. Ik heb hier nog een aantal liggen die ik heel erg leuk vind. Dus het moet helemaal goed komen. Ik heb een schaar bij de hand. En eigenlijk vind ik het leukst om gewoon muziek aan te zetten. Maar ja, als ik ga kletsen, dan is dat niet heel erg handig als ik ook nog muziek aanzet. Dus dat doe ik nu niet. Wat ik wel doe, is alvast deze erbij pakken. Dit was een beginbladzijde uit een oude Flow magazine. Die vind ik af en toe wel leuk om te lezen. En het leek me leuk om gewoon een gedeelte hiervan mee te beplakken. A, omdat ik het gewoon heel mooi vind. En B, omdat ik ook meer wil gaan reizen en op vakantie wil gaan. Dat heb ik afgelopen jaar niet gedaan. En ik vind dat wel erg leuk. En de planten die symboliseren voor mij een beetje de andere natuur. Als je bijvoorbeeld ergens op vakantie bent. Dat het toch altijd een beetje anders is dan thuis. Dus vandaar dat ik deze ga gebruiken. En ik denk eigenlijk dat ik dit gewoon vast ga plakken. En dan de bladzijde omdraai, afknip wat overblijft zeg maar. En dat ik die stukjes misschien nog ergens anders opplak. En ook weer andere dingen daarop ga plakken. Dat is wel het makkelijkste, want ik kan het ook heel precies al gaan uitscheuren, maar nee, daar heb ik geen zin in. Doe het gewoon op deze manier, dan hebben we in ieder geval een leuke basis. En daarvoor pak ik mijn prinsstift en die ja, strijk ik eigenlijk gewoon over de hele bladzijde heen. Nu is de afbeelding die ik op wil plakken niet zo dik, dus dan is een prinsstift al stevig genoeg. Maar als ik iets ja, zwaarders op wil plakken, dan pak ik eigenlijk altijd die tacky glue of dubbelzijdig plakband. Ook belangrijk om even goed langs de randen te gaan, zodat hij niet heel snel loslaat. En dan leg ik dit papier er gewoon op. Even goed glad strijken. En nu denk je misschien, oh, maar hier staat nu dat tekstje erop. Vind je dat dan niet stom? Geen probleem, want daar plakken we gewoon weer iets anders overheen. Deze bladzijden gaan zo vol worden met allerlei ideeën, met inspiratie. Alles waar ik me maar mezelf aan wil herinneren in 2020. Dus ja, daar maak ik me geen zorgen om. Daar komt vanzelf wel iets overheen. Dit is echt puur de basis, de achtergrond. En we bouwen het zo in laagjes op.
En als dat dan vast zit, dan draai ik dus mijn bladzijde om. En dan knip ik gewoon dit helemaal uit, zo langs de randen van het papier. Zoals je hebt gezien heb ik verschillende plaatjes en teksten uitgescheurd. En ik heb mijn achtergrond dus geplakt. Ik heb met waterverf een soort zelfportretje gemaakt met wat spullen eromheen die ik graag gebruik. Verf, een tekenboekje, een pen, mijn camera om video's op te nemen. Dat was in ieder geval een beetje het idee van mijn tekening. En nu heb ik dit opgeplakt omdat ik heel graag weer wil gaan reizen. Of in ieder geval op vakantie. Gewoon even naar een compleet andere plek. Ik vind dat zo inspirerend om gewoon ergens anders te zijn en daar de boel te verkennen. Ik heb het dus opgeplakt en nu ga ik de randjes weer wegknippen zoals ik dat meestal doe. Dat vind ik gewoon een hele fijne manier van zorgen dat mijn afbeelding gewoon goed past. Het is gewoon een heel makkelijke en snelle manier. Ik draai mijn boekje altijd wel even mee, dat vind ik wat makkelijker knippen. Dan zie je ook wat je doet. Wel zo handig. Voor het papier wat hier overlapt, wat ik hier over heb, dat wil ik eigenlijk wel graag afsnijden. En dat doe ik met een Stanley mesje. Als je dit doet, wees heel voorzichtig. En als je niet zeker weet of je dit gaat lukken, haal er gewoon even iemand bij. Het is niet erg om hulp te vragen. Ik doe dit heel lichtjes, want ik wil niet door mijn onderste papier heen drukken. En toen ik dit laatst deed, ging het goed. Dus ik ga ervan uit dat het nu ook goed gaat. Nogmaals, ben je nog vrij jong of weet je niet zeker of het gaat lukken, haal er gewoon even hulp bij. Dat is geen probleem. Ik geef eigenlijk geen druk. Ik laat gewoon de punt van het mesje over mijn papier glijden. Dan scheur je het eigenlijk heel makkelijk af. Heb je een mooie rechte lijn. Ik ga dit stukje niet vastplakken. Het zit nu nog los. Maar ik denk dat daar wel weer iets anders overheen komt. Dus daar maak ik me niet zo veel zorgen om. Ik vond dit een heel leuk tekstje. My perfectly imperfect life. Omdat ik mezelf eraan wil herinneren dat ik niet hoef te streven naar perfectie. Dat ik ook niet wil streven naar perfectie. En dit was eigenlijk een reclame voor, ik denk, spulletjes van Studio Stationery. Maar ik vond het gewoon zo'n leuke, vrolijke boel. En ik hou heel erg van stationery. Ik verzamel dat. Ik vind het fijn om te gebruiken. Ik vind het ook ontzettend leuk om, tenminste het lijkt ontzettend leuk om het ooit een keer zelf te ontwerpen. Ik heb natuurlijk al een aantal keer mijn eigen kaarten ontworpen. Maar het lijkt me super leuk om misschien ook eigen notitieblokjes of eigen washi tape, eigen stickers, dat soort dingen allemaal te ontwerpen. Dus dat is wat deze afbeelding voor mij in ieder geval een beetje zegt. Of waar ik mezelf hiermee aan wil herinneren. En ja, eigenlijk zoals de rest ook, plak ik dit gewoon weer op met een pritstift, zo'n lijmstift. Ik kies er overigens wel voor om niet van die hele vloeibare lijm te gebruiken. Omdat die toch wel heel snel heel nat zijn. En nou denk ik dat dit boekje het wel aan kan, maar papier wat ik opplak is vrij dun.
En dat kan dan heel makkelijk verkreukelen of scheuren. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Zo, deze gaat er ook op. En dan hebben we eigenlijk al best een mooie basis. Hier wil ik natuurlijk nog iets overheen plakken. Op dit hoekje. En sowieso wil ik nog heel veel dingen opplakken. Maar de basis, die vind ik in ieder geval al heel erg tof. Daar ben ik heel blij mee. Ook heb ik een plaatje van een huis uitgescheurd. En die wil ik ook graag opplakken, omdat ik aan het sparen ben samen met mijn vriend om hopelijk ooit een eigen huisje te hebben. We wonen nu in een flat. Op zich prima, maar we wonen hier echt al jaren. En ik merk dat ik toch wel zin heb om gewoon in een huis te wonen. Dat lijkt me echt heel erg fijn. Dus daarom heb ik dit plaatje. En minder haast, omdat ik me minder wil haasten. Als ik iets doe, wil ik daar de tijd voor nemen. En niet even dit, even dat, even zus. Want dat werkt gewoon niet. Tenminste, niet voor mij. Dus minder haast. Als ik iets doe, wil ik daar de tijd voor nemen. Misschien dat het beeld er een beetje anders uitziet. Ik heb ook andere nagellak op. We zijn namelijk een aantal dagen verder. Want toen ik voor het laatst filmde, daarna werd ik ziek. En toen was ik niet heel prettig om naar te luisteren. Dus ik dacht, ik wacht gewoon even en ik ga daarna verder. Wel heb ik nog wat dingen opgeplakt die je misschien nog niet hebt gezien. Zoals bijvoorbeeld deze sticker van deze caravan. Ik wil namelijk heel graag weer een keer een reis maken. Ik vind het dus heel erg leuk om ergens naartoe te gaan waar ik nog niet eerder ben geweest. Om gewoon te wandelen en te kijken wat is daar. Wat kan je daar eten? Dat soort dingen. En het lijkt me heel erg leuk om een keer een professionele fotoshoot te doen. Of in ieder geval een fotoshoot te doen. Gewoon voor Elise dingen of zo. Dus daarom heb ik hier een sticker van een camera opgeplakt. Ik heb de rest nog een beetje versierd met wat stickers van gouden sterretjes, hartje, washi tape, dat soort dingen. En ik ga vandaag verder met mijn visionboard afmaken. En op zich wil ik er eigenlijk niet heel erg veel meer aan toevoegen. Ik had nog wel deze plaatjes gevonden waarbij ik dit heel leuk vond. Omdat ik meer toch met nieuwe recepten aan de slag wil. Een tijdje geleden vond ik koken heel leuk en probeerde ik allerlei verschillende dingen uit. En op een gegeven moment was ik helemaal de lol er een beetje in kwijt. En had ik er helemaal geen zin meer in. Maar nu ben ik wel weer geïnspireerd om toch weer nieuwe dingen uit te proberen. Ik vind het ook heel erg leuk om gewoon af te wisselen in wat we eten. En juist niet altijd hetzelfde te eten, maar gewoon nieuwe recepten proberen. Deze vond ik ook heel erg leuk, want die doet me ook weer een beetje denken aan reizen. Maar ik weet niet of daar ruimte voor is. Plus, ik heb al twee dingen die voor mij reizen symboliseren. En ik had ook nog wat fotodingen gevonden. Misschien om dit beeld nog wat te versterken. Wat plaatjes van fototoestellen en zo. En dit ziet er heel leuk uit, maar ik heb echt geen idee meer waarom ik dit uit een boekje heb gescheurd. Misschien per ongeluk. Oh ja, en deze tekst vond ik nog wel mooi. Minder drukte in je hoofd. Ik kan best wel piekeren. Ik kan best wel veel dingen in mijn hoofd bewaren die helemaal niet meer relevant zijn, wat niet meer aan de hand is. En ja, dat wil ik toch wel proberen minder te doen. En ik moet zeggen dat ik het al een stuk minder doe dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Maar het kan nog wel wat beter. Dus deze wil ik er ook nog graag op zetten. Dus dan beginnen we hiermee. En deze scheur ik gewoon uit. En om te voorkomen dat ik door die tekst heen scheur, hou ik eigenlijk altijd mijn hand hier. En dit is geen gouden tip, maar 9 van de 10 keer werkt het wel. Zolang je je hand zeg maar hier houdt, scheurt hij daar niet echt naartoe. Dus dan scheur je in ieder geval niet door je tekst heen. Ik hoop dat je me kan verstaan terwijl ik papier scheur. Lekker handig van mij. En ik vind het zelf wel leuk om juist af te wisselen in knippen en scheuren. Omdat het er toch weer anders uitziet. Wanneer je iets knipt is het veel strakker. En van mij mag het juist ook wel een beetje speels zijn. En een beetje flowen, een beetje door elkaar lopen. Zodat het ook echt een beetje een geheel wordt. Dat vind ik heel fijn. Maar je kan het natuurlijk doen zoals jij wil. En als jij liever wel gewoon knipt, dan is dat natuurlijk ook helemaal oké. Ik denk dat ik hem zo houd. Even kijken of ik er zo ruimte voor heb. Kan wel, maar misschien ga ik hem nog iets preciezer proberen uit te scheuren.
Voor mij is zo'n vision board ook iets wat ik heel leuk vind om creatief mee te zijn. Maar het is ook iets waarbij ik perfectie echt loslaat. Het hoeft helemaal niet een perfect geheel, een perfect plaatje te worden. Het hoeft helemaal niet per se perfect bij elkaar te passen qua kleur of qua materiaal. Maar ik vind het wel leuk om er ja, echt mee te spelen, zeg maar. Om het wel zo te maken dat ik er heel blij van word. Want dat is uiteindelijk mijn doel hiermee. Het is niet zo dat wanneer ik dit opplak dat het dan meteen gaat gebeuren. Of dat het waar is. Of dat ik nooit meer haast heb. Of wat dan ook. Maar het is, vind ik, een heel fijn geheugensteuntje met aan de dingen die je graag wil doen. Of meer wil gaan doen, zoals deze dingen. Of meer wil blijven doen. En het hoeven ook geen dingen te zijn die je per se wil veranderen. Maar misschien ook dingen die je juist graag zo wil houden zoals ze zijn. Omdat het misschien goed voor je werkt. Oké, deze tekst ga ik hier plakken. En ik denk dat ik deze camera maar laat. Want ja, die sticker had ik ook al gevonden. En die zegt voor mij eigenlijk genoeg. Mocht er iemand zijn die fotoshoots doet en denkt, nou leuk, gaan we een keer proberen. Dan ben ik daarvoor in. Lijkt me superleuk. Oh, ik weet trouwens ook alweer waarom ik dit plaatje had uitgescheurd. Namelijk voor die camera. Ook een beetje met dat fotoshoot idee. Maar goed, daar hebben we dus al iets voor. Dus ook deze ga ik nu niet meer gebruiken. Dan plak ik deze op. En ja, hier is mijn lijmstift. Ik dacht al, toen ik hier voor het laatst zat, had ik hier nog een lijmstift liggen. Ja, het is echt zo onnozel. Maar soms raak ik echt de stomste spullen kwijt. En als ik beter kijk, dan liggen ze er wel gewoon. Net als dat we nou echt wel een stuk of 5, misschien wel 6 scharen in huis hebben. En ik op een gegeven moment nergens een schaar kon vinden. Behalve dan die in de keukenla. Maar ik dacht, misschien moet ik die niet pakken, want dan is die straks ook kwijt. Dat leek me niet zo'n goed idee. Ja, en het is zo stom, want ik heb wel bakjes waar ik het in moet doen. En ik heb ook etuis waar het in kan. Maar als ik op een gegeven moment bezig ben, dan ben ik ook bezig met 5 dingen tegelijk. En dan raak ik wel eens wat kwijt. Gelukkig vind ik het ook altijd weer terug. Af en toe doen we ook al meal preppen thuis. Dus dat we dan één dag meerdere gerechten maken. Of ook extra grote porties. Zodat we er later in de week nog een keer van kunnen eten. Of dat ik het mee kan nemen naar mijn werk. Want op sommige dagen in de week werk ik ook 's avonds. Dus dan is het fijn om eten bij me te hebben. En deze afbeelding deed me daar ook een beetje aan denken. Om dat meer te blijven doen. Want ik ben eigenlijk altijd zo blij als we het hebben gedaan. Als ik denk, oh nee, ik moet zo meteen de deur uit. Ik moet nog eten meenemen. En dan denk ik, ah, maar er staat nog een bakje eten in de koelkast. Dus dat is ook wel iets wat ik graag wil blijven doen dit jaar. Het is alleen wel een beetje een grote afbeelding. Eigenlijk had ik hem misschien beter ergens onder kunnen stoppen. Oh, misschien kunnen we die caravan nog een klein beetje losspeuteren. Want het is zo'n dikke sticker. En die plakken prima. Maar je kan ze ook altijd iets makkelijker losmaken dan gewone stickers, vind ik zelf. En als hij zometeen niet meer plakt, dan stoppen we er gewoon een beetje lijm onder. Dat is ook geen ramp. Een beetje zo, denk ik. Maar dan moet die bovenkant er nog wat af. Dat kan wel. Ik vind het ook altijd heel erg leuk om de Insta-stories van Nienke Swap te kijken. Want die laat dus elke zondag zien wat ze dan voor de rest van de week als lunchbox of dat soort dingen heeft gemaakt. Ik vind dat echt heel erg leuk om te zien. Ja, dit moet wel kunnen. Wordt wel een beetje druk op dat hoekje, maar vind niet erg. Ik wil juist graag dingen waar ik mezelf graag aan wil blijven herinneren, wil ik erop zetten. En dit is er één van. Ik vind het ook interessant om te experimenteren met veganistische recepten. Ik moet ook zeggen dat we af en toe wel eens per ongeluk veganistisch eten. Bijvoorbeeld als we wraps maken of als we curry maken. Ik zeg trouwens per ongeluk, maar ik bedoel meer onbewust. Dus onbedoeld ja, dat we dan dus eten maken zonder dierlijke producten. Dus plantaardig. En ik vind het zelf wel tof om ja, toch wat meer naar dat soort recepten te kijken. Ja, om zo toch misschien iets duurzamer te kunnen leven. Of iets klimaatneutraler te kunnen leven. En het is, vind ik, voor mij een heel makkelijke stap. Omdat we toch bijvoorbeeld ook al best wel vaak gerechten maken die compleet plantaardig zijn. Zoals wraps met guacamole bijvoorbeeld. Of iets met falafel. Dat zou ook heel goed kunnen. Maar ik ben benieuwd of een aantal van jullie misschien ook veganistisch eten of koken. Of misschien deels veganistisch eten. Of bezig zijn met duurzaamheid en op wat voor manier dan. Dus ik vind het heel erg leuk om daarover te horen als je daarmee bezig bent. En tot slot heb ik nog dit stickerboekje van Action erbij gepakt. En hier zitten allerlei stickers in een beetje een zeemerminnen thema en een beetje een strandthema. Ik geloof dat deze boekjes iets van €1,59 kosten. Maar ik vond er dus een schelpje, een zeester en een stickertje met good vibes erin. Deze schelp en deze zeester die symboliseren voor mij het strand en de zee. En ik vind dat gewoon een hele fijne plek om een hoofd leeg te maken. Om
een beetje tot rust te komen. Ik ben gewoon heel erg graag bij de zee. En ik doe dat zo weinig, misschien één dag per jaar. En dat wil ik toch wat vaker gaan doen. Dus deze is een beetje een kleine reminder voor mezelf. En dan heb ik hier nog een stickertje met good vibes. En deze wil ik opplakken om mezelf te blijven zeggen dat dingen goed moeten voelen. En als het niet goed voor me voelt, 9 van de 10 keer is het dan ook niet iets wat ik wil doen of waar ik wil zijn. En ik bedoel dan niet iets gewoon waar je gewoon even geen zin in hebt of waar je op dat moment gewoon te lui voor bent. Maar bijvoorbeeld, ja, gewoon bepaalde situaties kunnen gewoon soms goed of niet goed voelen. Of bepaalde mensen waar je wel of geen klik mee hebt, dat soort dingen. En ik weet gewoon van mezelf dat als ik op mijn gemak ben en als ik me goed voel, dan gaan dingen ook beter, dan gaan dingen ook fijner. En ja, dat wil ik gewoon graag zo aanhouden. Dus vandaar de good vibes. En ik denk dat we hierbij dan aan het einde zijn gekomen van deze video. Ik denk dat dit mijn vision board is. Ik wil mezelf ook de ruimte geven dat als ik door het jaar heen ineens dingen denk van hey, dat vind ik ook belangrijk of daar wil ik ook mee bezig zijn, dat ik dat dan alsnog toevoeg. Het zou bijvoorbeeld hier kunnen of hier of daar. Of wellicht op een andere bladzijde. Dat kan natuurlijk net zo goed. Misschien dat ik over een half jaar wel weer één maak in plaats van per jaar, zeg maar. Maar voor nu voelt hij goed. Staat alles erop waar ik me nu in ieder geval graag mee bezig wil houden. En ik hoop dat ik je zo ook een beetje een mooi beeld heb kunnen geven. Of een duidelijk beeld heb kunnen geven van waarom ik wat dan opplak of teken. En voor mij is het ook, juist dat ik dit heb getekend of geschilderd, is voor mij ook weer een dingetje van kijk, dat wil ik dus blijven doen. Dus ik had ook een plaatje kunnen opplakken, net zoals dit, van iemand die tekent of schildert. Maar ik wilde het ook zelf doen, zodat ik meteen eigenlijk al mijn doel een beetje aan het waarmaken ben. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. En heb je vragen, laat het vooral weten in de comments hier beneden. Heb je zelf andere manieren hoe je dit doet, laat me dat ook weten. Dat vind ik heel erg leuk om juist weer meer over te leren. Ik doe ook maar gewoon wat goed voelt. Ik ben absoluut niet perfect of de beste DIY'er of wat dan ook. Ik doe gewoon wat ik doe. Mijn dingen, Elise dingen. Vandaar ook de naam van mijn kanaal. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag weer terug bij een volgende video. Doei!